Een robbentocht met de zeehond is een avontuur wat je beslist niet mag missen. Hoogtepunt van deze rondvaart is een kijkje in het natuurreservaat waar je de zeehonden van slechts een steenworp afstand kunt bekijken. Je vindt de zeehond aan het uiteinde van de veerbootsteiger te Nes, doorgaans als tweede rondvaartboot aan je rechterhand. De zeehond is een fraai passagiersschip, is sfeervol ingericht en voldoet aan de meest recente veiligheidseisen van Scheepvaartinspectie. Als de telefonisch bestelde kaartjes zijn afgerekend, scheep je in via de brede gangway die de boot ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk maakt. Bij mooi weer gaan de meeste mensen meteen de trap op naar het zonnedek. Je hebt daar een riant uitzicht en de frisse zeewind woelt er door je haren. Anderen gaan de salon binnen en zoeken een plekje in een van de gezellige zithoekjes. In het tafelblad zijn zeekaarten van het vaargebied verwerkt, zodat je de reis op de voet kunt volgen en zo ook wat meer inzicht krijgt in het waddengebied. Bij de scheepsbar zijn gangbare dranken verkrijgbaar en er is altijd verse koffie. Specialiteit is echter de inmiddels befaamde robbenslok die uitsluitend hier aan boord te koop is. Onderweg geeft de schipper via de geluidsinstallatie regelmatig tekst en uitleg over wat er zoal is te zien en hoe een en ander in zijn werk gaat. De rondvaart voert langs de zuidwestkust van Ameland. Vanaf de boot heb je schitterende vergezichten over het Wad, op de Friese kust en op de eilanden. Zo vaar je vlak langs de lanceerplaats van de beroemde paardenreddingboot en zie je de markante vuurtoren bij het dorp Holm. Als we het natuurreservaat naderen waar de zeehonden zich ophouden, moet iedereen stilte in acht nemen, zodat we de dieren van dichtbij kunnen bekijken zonder dat ze zich in hun rust gestoord voelen. Meestal zijn er twee soorten zeehonden te zien. Naast de gewone waddenzeehond is er ook nog de grijze zeehond, ook wel kegelrob genoemd vanwege zijn lange kegelvormige neus. De gewone waddenzeehonden krijgen hun jongen rond de langste dag. In juni en juli is regelmatig te zien hoe de jongen op de zandbank door hun moeder worden gezoogd. Elke volwassen zeehond eet gemiddeld zo'n 7 kilo vis per dag. Het moeten dus wel goede jagers zijn. Op het droge bewegen ze zich wat onbeholpen voort, maar in het water kunnen ze snelheden tot meer dan 45 km per uur halen. Het is voor de zeehonden belangrijk dat ze veel zonlicht opvangen, want dit bevordert de opbouw van vitamine D in hun huidlagen en dat is weer nodig voor de aanmaak van een nieuwe vacht. Nadat iedereen van dit schouwspel heeft genoten, begint de terugreis. Dan wordt voor de jongste kinderen de speelzaal geopend en die is helemaal onderin de boot. Er ligt daar allerhande speelgoed. Voor ieder kind is er een kleurplaat van de boot en er staat een doos met kleurpotloden op tafel. Door de patrijspoorten is er uitzicht naar buiten en op de banken langs de zijkant kunnen ouders het allemaal van een afstandje gadeslaan. Onderweg zien we nog garnalenvissers, traditionele zeilschepen en natuurlijk ook de nodige pleziervaders. Op sommige rondvaarten wordt de robbentocht ook wel gecombineerd met een bezoekje aan de schelpenbank die vlak bij de haven van Nes is. Het schip vaart dan met de boeg tegen de kant, vanaf het voordek schuift de loopbrug uit en dan kan iedereen van boord om een wandeling op de drooggevallen zeebodem te maken en wat mooie schelpen te zoeken. Er zijn met name veel mosselen, kokkels en Japanse oesters te vinden, die alle ook eetbaar zijn. Als iedereen weer aan boord is, dan is het nog 5 minuten varen naar de haven. Als de schipper afscheid neemt en de hoop uitspreekt dat de tocht een beetje aan de verwachtingen heeft voldaan, komt er een spontaan applaus. Dat zit wel goed!